Je hebt autisme en je wilt heel graag sporten. Nou, er zijn ontzettend veel sportverenigingen waar dat kan. En dat aantal groeit overigens ook snel. Maar hoe zit het nou precies met de deskundigheid van trainers en coaches? Weten die wel voldoende van autisme? Nou, daar ga ik over praten met Lucia Dijkstra. Welkom. Dankjewel. Wat doe jij precies? Ik ben docent bij de Academie voor Sportkader. En ik verzorg workshops voor de begeleiding van sporters met autisme. Ja. Dus dat is voor trainer coaches. Oké. Okay. En doe je dat vanuit jezelf of is dat vanuit een organisatie? Nee, het initiatief Academie voor Sportkader valt onder NOC-NSF. Oh, dat is van NOC-NSF? Ja, okay. En de workshops zijn in het kader van een veilig sportklimaat ontwikkeld. Ja. En ik ben docent en dat doe ik dan wel op eigen initiatief naast mijn werk. Dus, ja. Daar gaan we het straks over hebben, over die deskundigheid, wat jij tegenkomt in de praktijk. Eerst even een andere vraag. Heel veel van die teams, mensen met een beperking die gaan sporten, die noemen zichzelf G-teams. Ja. Waar komt dat woord vandaan? En ik associeer dat al snel met gehandicapte team. Klopt, heel veel mensen associëren dat. Ik denk bijna iedereen. Het G-team is het gehandicapte team en het team waar mensen met name verstandelijke beperking sporten. Dat komt denk ik een beetje vanuit het voetbal. Ja. Maar van oudsher is het niet zo bedoeld geweest. Het is een opeenvolging van A, B, C, D, E, F en toen kwam G. Maar ja, dat is waarschijnlijk het team geworden voor mensen met een beperking. En zo is het ook gebleven. Maar het is, ik merk nu ook dat bijvoorbeeld sommige verenigingen H-teams hebben van Hans. H-teams. En dat zijn dan de autisten. En denk ik, zo leidt het toch een beetje zijn eigen leven. Ja. Maar het zou gewoon een team moeten zijn, ik bedoel, denk ik. Er zijn verenigingen die noemen het heldenteams. Hè? Ja. Er zijn verenigingen die noemen het topteam. Er worden van allerlei namen verzonnen. Ja, mooi toch? Om te voorkomen dat dat geassocieerd wordt. Waar komt jouw kennis en ervaring over autisme vandaan? Enerzijds omdat ik de module, zoals die nu gegeven wordt, mee heb geholpen met ontwikkelen. Dus dat is een inkoppertje dan. Mm-hmm. En anderzijds heb ik een studie gedaan waarbij ik ook een eindscriptie heb gemaakt over de begeleiding van sporters met autisme. En ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb een zoon met PDD-NOS, mag ik niet meer zeggen, autistisch spectrumstoornis. Okay. Dus in die zin 30 jaar ervaring met groepen, met trainingen. En jouw zoon sport? Ja, die doet nu aan fitness, in een klein groepje. Dus heeft ook in ook groepen geprobeerd. Speciaal aangepaste fitness? Gewoon wel met wat extra begeleiding. En hij heeft wel in groepen geprobeerd te sporten, maar dat was voor hem geen succes. Hmm. En dan moet je dan ook zo eerlijk zijn om te zeggen, dit is het niet voor jou. Ja. Dus, hoe zit het nou met die deskundigheid bij clubs? Wat is jouw ervaring? Ja, ik was toevallig maandag, heb ik de workshop mogen geven, waar Chantal al... Ik ben daar wezen kijken over. Die sport, precies. Ik denk dat de begeleiders en de trainers die er nu staan een dikke pluim verdienen. Want ze hebben sowieso al een hele grote affiniteit met de groep. Anders kun je het denk ik niet eens doen. Maar binnen de opleidingen worden ze niet opgeleid om met speciale doelgroepen om te gaan. Vandaar deze workshops. Dus daar is nog wel een winst in te behalen. Daarom komen mensen ook om tips en tools te krijgen. En om ook heel veel ervaring met elkaar uit te wisselen. Want dat ontbreekt ook. Clubs kunnen van elkaar heel veel leren. Ja. Maar de mensen die ik binnen de workshops krijg, zijn enorm bevlogen. Ja. Dat valt me altijd op. En echt heel begaan met, of het nou mensen met een verstandelijke beperking is of mensen met autisme, heel begaan met de sporters. Ja. Maar wat voor soort vooroordelen kom jij nou tegen? Nou ja, wat is het algemene beeld dat mensen hebben bij autisme? Soms het probleemgedrag. Van ze zijn lastig, ze luisteren niet. Agressief. Maar goed, het heeft allemaal een reden. En het heeft vaak te maken met je eigen gedrag en je eigen handelen. Maar de voordelen zijn wel dat het lastige mensen soms zijn en dat ze niet in een groepsverband passen. Dus aan mensen die dan uiteindelijk er echt mee gaan werken, die merken dat het dus helemaal niet zo is. Ja, en dat... Ik moet even zeggen, ik was ook op een avond afgelopen maandag deskundigheidsbevordering autisme sport met Bemmel. Daar werd ook een verhaal verteld van een vrouw die dan agressief was bejegend, zal ik het maar zeggen. Ja, die was geslagen, geloof ik, in haar gezicht. Ja, dat was een grote groep kinderen, wat zij zei. 25 stond zij alleen op. Vind ik al niet slim. Maar goed, buiten dat, zij had inderdaad een jaar lang met deze sporter gewerkt. Niks bemerkt. En op het moment dat het fout ging, is ze ook echt agressief benaderd. Ja. En dat vind ik wel heel schrikkend. Ja, kom je dat soort voorbeelden dan ook veel tegen? Gelukkig niet, nee. Nee, wel het wegloopgedrag en kinderen die het gewoon even niet meer die zien zitten of
niet weten wat ze moeten doen. Rechtvaardigheid vind ik een hele mooie eigenschap ook van autisme. Wat wel met een wedstrijd verband, zeker richting een kampioenswedstrijd... hele lastige gevolgen kan hebben als iemand met een autistisch spectrumstoornis roept. Ik liep uit, maar er wordt al wel gescoord inmiddels. Ja. Nou, dat zijn ook wel grappige verhalen, maar ook wel verhalen wat heel veel doet natuurlijk in een groep. Ja. Hoe reageer je daar dan op als je zo'n voorbeeld krijgt? Nou, ik denk dat het sowieso belangrijk is, en dat merk ik ook heel veel bij verenigingen, dat in ieder geval de groep, als het om een groep gaat, op de hoogte is, hè, als het anders gedrag is. En daar kan een trainer heel veel in betekenen. En hoe reageer je daarop? Nou, ik denk dat je dat moet bespreken met elkaar. Het komt ergens vandaan. En het om te buigen niet naar dat het fout is. Nee, hoe gaan we daarmee om? Hoe kun je die oorzaak vinden? Ja. En wat aan doen? Dus, ja. Wat zijn nou eigenlijk de succesfactoren? Hoe kom je nou... Ja, je wil als vereniging beter worden en steeds beter grip krijgen op de begeleiding en die ondersteuning. En misschien streef je er wel naar om een heleboel van die mensen ook weer terug te krijgen in het reguliere team. Ja, wat uiteraard helemaal mooi zou zijn. Ja. Wat zijn dan de succesfactoren? Nou, het stappenplan wat je straks ook al benoemd hebt. Eerst is goed over na gaan denken, wat wil ik als vereniging? En welke mensen kan ik ontvangen? En is mijn kader daar geschikt voor? Dat is natuurlijk al een hele belangrijke. En ja, het is heel erg fijn als het in de reguliere groepen gewoon kan. Normaal waar normaal kan. En speciaal waar nodig is. Want nu zie je dat sporters binnenkomen en het wordt al heel snel in een G-team gestopt. Wat niet altijd even handig is. Want als ik normaal begaafd ben en ik heb een autistisch spectrumstoornis, dan hoef ik niet per definitie met iemand met een verstandelijke beperking te gaan sporten. Dat hoeft voor mij niet de juiste formule te zijn. Maar dan moet je als vereniging wel over nadenken. En wie zet je voor de groep? Zet je meerdere mensen voor de groep? Wat is er voor nodig? Hoe maak je een sporter wegwijs in de vereniging? Hè, als ik inderdaad bij een voetbalvereniging... Als kind, en daar sta ik dan in de kantine. Ja. Is er dan een buddy die mij opvangt en me even door de vereniging Dat zou loopt? Kunnen, ja. Maar het zou ook, wat adviseren jullie dan? Ja. Nou, zeker als het richting autisme, dat het een veilige plek moet zijn. En als het een apart team is, dat je ook moet creëren... Dat ze bijvoorbeeld vaste plekken krijgen, een vaste kleedkamer, de vaste route ernaartoe. De begeleiding staat al bij aanvang. Daar waar het niet nodig is, moet je dat ook niet doen. Maar je kunt wel met een buddy al heel veel doen. Als iemand in een regulier team meespeelt, dan is dat denk ik heel handig. Als je zegt van nou, maatje, zorg jij een klein beetje voor de ander. Ja. Dus ik weet niet of je zelf veel op het voetbalveld bent geweest. Ik kom wel eens op voetbalvelden en dan word ik met trainingen al echt... helemaal kirelier, dat ik denk, jeetje, overal... Chaos. Nou, dan moet je het allemaal al niet helemaal kunnen ordenen. Dan is dat heel vervelend. Ja. Ik wilde eigenlijk ook even aandacht besteden aan de website van het NOC-NSF. Omdat die toch wel de moeite waard is om even te bekijken. Daar staat ook jullie Academie voor Sportkader, heeft een eigen domein. En ik schuif hem even naar je toe, dan kun je even meekijken. We zien hier die link... naar de Academie voor Sportkader. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een overzicht van bijscholingen en verenigingstrajecten. Ja. En dat is zeker interessant. En dan moet je vooral naar trainers, coaches gaan kijken, dat aanbod. En dan zie je een heleboel aanbod. En dan zie je hier het aanbod, trainen en coachen van jongeren met autisme. Nou, ik laat dat bewust zien, omdat het ook voor iedereen... Je hoeft niet per se trainer of coach te zijn. Het is sowieso interessant om hier eens naar te kijken. Allerlei materialen hier onderin, in het blauw. En ik vind het toch ook wel leuk om dan even die e-learning module eruit te lichten. Ja, misschien kun je vertellen, wat beoogt deze module? Nou, de e-learning, dat zijn korte filmpjes. Een korte introductie van een dilemma. Dus een fragment. Daar zie je een fragment wat iets weergeeft. Wat in de praktijk ook echt gebeurt. Kijk maar eens naar judo. Als je hem dan doordrukt aan deze spel, ja. Ja, je ziet nu een jongen die komt voor de sporthal. Zijn eerste toernooi. Zijn maatje die vangt hem wel op, maar dan verdwaalt hij. Ja. En je ziet wat er gebeurt. De wanhoop in zijn ogen. Hij komt binnen. Het is natuurlijk gigantisch druk. Het is een judo-toernooi. Nou, dat is één grote chaos. En hij wordt niet opgevangen. Dat maatje is weg. Een hele hoop prikkels. De toiletten, hij krijgt de details door. Waar moet ik nou in godsnaam heen?
Nou, dat filmpje gaat dan even zo door. Uiteindelijk, aan het eind van het filmpje, staat hij in de sporthal en zijn maatje tikt hem dan op zijn schouder en zegt, kom, ga je mee? We gaan ons omkleden. Maar ja, daar gaat dit wel aan vooraf. Ja. Nou, het dilemma is dus, oké, vereniging. Ik zou er al moeite mee hebben, bij wijze van spreken. Iedereen die dus in zo'n grote hal komt en van alles en nog wat ziet. Ja. Precies, het is heel chaotisch. Ja. Dus, en dan bespreken we dat binnen zo'n workshop. Maar dat zou je ook gewoon binnen je vereniging, als een stukje beleid, zeg maar, kunnen oppakken. Ja. Hoe ga je hier nu mee om? En hoe kun je dit nu ondervangen? Met kinderen zijn er vaak nog ouders bij betrokken. Maar jongeren, deze jongen is al wat ouder. Ja. Heeft wel een maatje waar die de sport al eigenlijk voordat ze daar inlopen, begroeten ze elkaar. Ja. Hoe zou hij daar een rol in kunnen spelen? Of als begeleider vang je de jongeren buitenop. Ja. Nou, dat bespreken we dan. Ja. Kijk, je ziet hem nu een beetje verloren staan van wat moet ik in godsnaam? Nou, ja, gelukkig. Mijn redding. Zijn vriendje die neemt hem mee. Ja. Nou, het is zeker aan te raden, deze website. Er staan nog een aantal filmpjes ook van andere sporten op. Hè? Die zijn bedoeld klopt. Om... En het gaat ook allemaal over autisme, hè? Ja, dit is helemaal specifiek gericht op autistische spectrumstoornissen. Nou, er staan nog andere zaken die interessant zijn. Er staat een stappenplan en een handboek autisme in de sport. Dat kun je dan downloaden. Dit is allemaal vrij beschikbaar. Er zit ook geen wachtwoord op, dus daar kan iedereen precies. bij. Hè? Ja. Academievoorsportkader.nl, dat is de website waar u dat allemaal kan vinden. Ik kijk nog even naar de redactie of er nog vragen binnengekomen zijn die relevant zijn. Nee. Dus dat betekent dat we nu aan het einde zijn gekomen van dit programma. Ik wil u zeer bedanken voor het kijken. En ik hoop dat u aan deze informatie wat heeft gehad. En dat het u helpt bij het opzetten van een eventueel G-team of een heldenteam of een topteam of hoe je dat noemen wilt. We zien u graag de volgende keer terug.